In deze video vertel ik hoe ik het boek 12 Rules of Life van Jordan Peterson heb ervaren en wat ik ervan geleerd heb en wat ik ervan heb toegepast. Dus ik ga niet in op elk hoofdstuk, er zullen niet echt spoilers zijn. Marco Witsch hier van Reconstructed en wat we bij Reconstructed doen is elke dag een beetje beter worden. Oké, ik zit hier nu bij, ik zit er nu zo bij en half naakt. En het is oké, maakt niet uit, waarom is het erg? Ik ben niet aan het showen, ik ben gewoon zelfverzekerd dat ik zonder shirt kan zitten. En het heeft lang geduurd en ik heb er veel aan gedaan. Het is oké als het doet en het is niet gay en het is niet stoer doen. Dus wat ik heb ervaren van het boek en wat ik heb veranderd is liegen. In het boek wordt gepraat over liegen en er wordt interessant over gepraat. Een van de titels is dan van als je de waarheid spreekt. Als je niet de waarheid spreekt bijvoorbeeld, lieg dan tenminste niet. En dit is onzin, dus als je niet de waarheid spreekt, lieg dan niet. Dus dat betekent in allebei de gevallen dat je gewoon de waarheid spreekt. Zeg dat dan. Maar het is interessant, want als je, en dat heb ik ervaren, ik vertel gewoon de waarheid veel meer. En ik ben richting de 100% aan het gaan. Ik weet niet hoe ver ik daar nu mee ben. Hoe meer ik gewoon echt zeg hoe ik me voel, wat ik ga doen, wat ik wil doen in mijn leven tegen mensen die mij dierbaar zijn en ook mensen die misschien verder weg van me zitten, dan voel ik me beter. Ik voel me zo goed omdat ik gewoon vertel, oké, ik doe dit en het is de waarheid en het is hoe ik denk over iets bijvoorbeeld. En dat breekt gewoon dat onzekere in jou. Je voelt je onzeker, maar je vertelt toch de waarheid. Het breekt een onzeker gedeelte in jou gewoon. Het is gewoon niet normaal. En dat brengt me ook op het tweede punt wat ik heb geleerd en toegepast. Dus nummer 1, ik lieg veel minder. Ook al was ik geen zieke leugenaar. Altijd kan je, want een mens liegt, ik weet niet, er zijn verschillende studies. Een mens liegt bijvoorbeeld, oké, 20 of 50 keer per dag. Van kleine tot grote leugentjes. Als je dat een beetje minder kan maken, is beter voor jezelf, beter voor jezelf. Daar heb ik ervaren. Wat ik nog meer ervaren heb is, je moet dominant zijn. En daarmee bedoel ik niet onrespectvol een lul zijn en zo dominant zijn, zoals ik misschien nu op deze video ben, hier half naakt. Maar ik bedoel van, sta groot. Laat zien wie je bent. En daarbij ben je niet arrogant. Het is oké om te domineren, vooral als man zijnde. Bij vrouwen is het waarschijnlijk wat anders. Vrouwen hebben veel meer te verliezen. En vrouwen is een ander verhaal. Vrouwen zijn ook andere wezens dan mannen, gewoon letterlijk. Heel interessant. En zij hebben veel meer te verliezen. Dus als je kijkt naar hoe ze zich gedragen. En ze gedragen zich op een bepaalde manier. Dan ben je of hoer of slet. Of en veel meer op spel. Ten eerste, vrouwen die zijn gewoon meer waard dan mannen. En dat denk ik. En dat heb ik zo ervaren. Omdat ze hebben elke maand menstruatie. Oké. Dat is niks waard, maar het betekent ze gaan elke maand door harde pijn. Mannen niet. Mannen hebben het goed, mannen zijn pussies, dus maken ze ook pijn mee. En dat brengt me op het tweede punt. Vrouwen worden uiteindelijk zwanger, als ze kinderen willen. Worden zwanger. Een mens komt uit hun, we komen allemaal uit een vrouw. En dat, ik heb gewoon geleerd, gewoon zoveel respect voor vrouwen. Dat is gewoon niet normaal dat gebeurt. Gewoon niet normaal. En dit betekent mannen moeten laten zien dat ze de baas zijn op een nette manier. Want als je dat doet, want ik heb uit het boek ervaren van, we lijken ontzettend veel als dieren. We lijken veel op dieren. We lijken op bijvoorbeeld kreeften. Kreeften die hun schouders naar achteren willen laten zien wie ze zijn. We lijken op apen. We lijken zelfs op giraffen. En het gaat erom, de dieren en dit is interessant, onze hersenen zijn zo oud en onze hersenen ontvangen geen updates zoals apps en ze worden niet herontwikkeld, maar wel natuurlijk over een hele lange periode, over duizenden jaren, honderdduizenden, misschien miljoenen jaren worden ze een beetje. Onze hersenen waren vroeger groter, ze waren vroeger gewoon 30 centimeter groter, ons hoofd was groter, we waren langere wezens. We zijn gekrompen, dus het verandert wel, maar over hele langere periodes. Onze hersenen zijn een oud product. We zijn alleen gewoon gemoderniseerd.
Maar dat betekent dat onze hersenen nog op dezelfde manier werken. Onze hersenen zijn nog steeds gemaakt en worden nog steeds gebruikt om onszelf te beschermen van slechte dingen. Onze hersenen willen niet dat we lijden. En dat betekent dat je liever in je comfortzone wilt zitten en dat je liever niet risico's wilt nemen wat oké is. En je moet ontspannen en je moet ook soms niet gestrest zijn en iets willen doen. Maar dan kom je, en dit is wat ik in het boek heb geleerd en wat ik ook probeer toe te passen. Wanneer je aan het lijden bent, en lijden of pijn hebben zijn twee hele andere dingen. Je oma overlijdt. Je hebt pijn. Natuurlijk lijd je ook. Maar je hebt geen pijn wanneer je bijvoorbeeld ervoor kiest om te gaan sporten in plaats van een serie te kijken. Allebei is goed, als je er maar gelukkig van wordt, is oké, natuurlijk. Maar je lijdt niet, je lijdt dus omdat je voor gekozen hebt om geen plezier te hebben met de serie en daarom ga je trainen. Je lijdt, je vindt het jammer, maar het is geen pijn wat je voelt. Pijn en lijden zijn twee andere planeten. En wat we brengen op het volgende punt is, we moeten lijden, wat dus niet gelijk staat aan pijn altijd, om verder te komen in ons leven. Ik kies ervoor om iets lekkers niet te eten, terwijl mijn lichaam ernaar smacht. Dan lijd ik. Maar het lijden is in andere woorden een investering in de toekomst. Zo heb ik het uit de boeken ervaren. En zo probeer ik het ook zelf toe te passen door gezonder te eten, door ik lijd. Ik sta vroeger op, ik offer iets op, nu, zodat ik later er iets voor terugkrijg. En dat is net als met tandenpoetsen. We poetsen 2 keer per dag. Heel vaak is het zo. Mensen poetsen, dat is een beetje gemiddeld, sommige 3. 2 keer per dag en dan 2 minuten. Onze tanden, maar als je kijkt naar per dag, is dat helemaal niks. Per dag 2 minuten is helemaal niks, maar je doet het zo lang en elke keer, wauw, ben je zo moe. Of je hebt gefeest en je komt thuis en je wilt gewoon gaan slapen. Maar nee, elke keer kiezen wij ervoor om onze tanden te gaan poetsen, hoe moe we ook zijn. We worden wakker, we hebben helemaal niet goed geslapen en we kiezen ervoor om onze tanden te poetsen. En dat is een opoffering elke keer wat we maken qua tijd. Wat is het resultaat? Uiteindelijk hebben we, niet iedereen heeft even witte tanden, oké, maar uiteindelijk hebben we sterkere tanden. Uiteindelijk, want hier moeten we het mee doen. En er zijn natuurlijk ook nepgebieden en dat kost veel meer geld. Oké, er zijn heel veel andere opties, maar die zijn niet natuurlijk en dat ben jij niet echt. Dat is ook heel interessant wat ik van het boek heb geleerd. En nu ben ik even aan het denken. Ik had een aantal dingen opgeschreven, maar dit komt nu uit mij en dit komt nu het eerste in mij op. Ik ben benieuwd naar hoe jullie het boek hebben ervaren. In mijn volgende video ga ik per hoofdstuk af. Ga ik voorbereiden, kijken, leren, lezen, opnieuw checken en laten weten hoe ik elke hoofdstuk heb ervaren. Dus laat ik je vertellen, door dit boek, en dan leren heb je niks en dan lezen heb je niks als je het niet toepast. Door dit boek lieg ik minder. Door dit boek ben ik meer mannelijk. En vrouwen mogen ook mannelijk zijn. Niet letterlijk met een lul natuurlijk. Maar met gedrag. Weet je, wees ook gewoon zo. Wees zo. Wees zo. En dat is oké. En dat moet ook, want je wil niet andere mensen over je heen laten lopen. Wij zijn net als dieren. Onze hersenen zijn zo oud. En dat zit nog steeds in ons. We reageren nog steeds als dieren. Dominantie. Dus dat zijn 2 hele goede dingen die ik van het boek heb geleerd en die ik ook heb toegepast. En in de volgende video gaan jullie zien wat ik nog meer heb geleerd, wat ik nog meer heb toegepast ook. Ik kijk ernaar uit. Laat me weten wat jullie ervan vonden, hoe jullie het boek hebben ervaren. Bedankt voor het kijken. Fijne avond, ochtend of middag wanneer je deze video kijkt. Ciao.